Onze gemeente is met datagedreven sturing denk ik ongeveer een jaar, anderhalf jaar aan de slag. En wat wij proberen is hele praktische producten te maken die onze dienstverlening bevorderen. Dus wij proberen zoveel mogelijk weg te blijven van ingewikkelde adviesrapporten, maar gewoon lekker aan de slag te gaan en daarmee lering en ervaring op te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Als informatiemanager probeer ik eigenlijk alle partijen die te maken hebben met datagedreven sturing en informatiegestuurd werken bij elkaar te brengen. En ik denk dat dat mijn belangrijkste rol is, om collega's, maar ook burgers en ondernemers en eigenlijk iedereen die hiermee te maken hebben bij elkaar te brengen, een gesprek te voeren en dan met elkaar tot een concrete uitvoeringsagenda te komen. Dus ik ben feitelijk de matchmaker in het hele domein. Voor ons is het enorm belangrijk dat informatiegestuurd werken niet alleen op één afdeling wordt gebruikt, maar dat eigenlijk iedereen in de organisatie weet wat dit domein inhoudt. En dat is best wel een onderwerp wat nieuw is voor veel gemeentes en dat betekent ook dat je veel moet vertellen. En wij werken in de gemeente met zogenaamde platformen. We hebben een platform organisatie en ICT of organisatie en informatisering. En daarin houden we vaak een soort vragenuurtje, maar ook wel houden we verhalen over wat je ermee kan. En laten we ook hele toepasselijke producten zien, zodat het ook tot de verbeelding spreekt. En daarmee krijg je eigenlijk binnen de organisatie veel enthousiasme. En als dat eenmaal gaat lopen, dan heb je eigenlijk de wedstrijd wel voor een groot deel gewonnen. Wij zijn als gemeente een zelfsturende organisatie en dat betekent dat eigenlijk iedereen zelf sturing geeft aan alle onderwerpen die er in zijn portfolio zitten. Dat betekent niet dat ik verantwoordelijk ben, maar probeer dit onderwerp verder te brengen. Dat betekent ook dat mijn collega's die dit ook een belangrijk onderwerp vinden, dat die daar ook zelf sturing aan geven. Dus ik ben er niet voor verantwoordelijk voor. We proberen dit heel laag in de organisatie, bij iedereen die hier gebruik van maakt, eigenlijk neer te leggen. En als kleinere gemeente proberen wij zogenaamd beleidsarm te werken. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk willen wegblijven van hele grote dikke dossiers en dikke beleidsstukken. En dat betekent ook dat we heel graag met elkaar aan de slag gaan. Ik ben van informatievoorziening. Is dat ICT? Dat is even de vraag. Maar ik probeer zoveel mogelijk met mijn collega's breed in de organisatie contact te hebben en zo'n onderwerp op te pakken. Ik ervaar op dit moment totaal geen gat tussen ICT en dit onderwerp, omdat we het met z'n allen eigenlijk oppakken. De aanpak is echt dat wij met z'n allen dit onderwerp proberen verder te brengen. En het is een nieuw onderwerp, dus dat gaat met vallen en opstaan, maar het is wel met z'n allen. Dus het is niet echt de ICT-manager of de informatiemanager die het doet. Het is ook niet het sociaal domein die het doet. Nee, we proberen dit breed aan te pakken.